Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Opnieuw een dag met mooie wolkenluchten, maar wel vooral in het noordoosten van het land. Deze foto is gemaakt in Dokkum, een mooie rolwolk. Vanuit de satellietfoto zien we dat Nederland een beetje opgedeeld is in een gebied waar de zon nog af en toe heeft geschenen waar in de loop van de dag wel stapelwolken ontstonden... en in een ander gebied waar bewolking toch echt een stuk hardnekkiger was... en slechts af en toe wat opklaringen voorkwamen. Nou, die wolkenband is aan oplossingen onderhevig. Dat gaat niet heel snel, maar het gebeurt uiteindelijk wel. En dat betekent voor vanavond dat we her en der wat opklaringen hebben. Ook die wolkenvelden, het is op de meeste plaatsen droog... en de temperatuur daalt snel tot dicht bij het vriespunt... om vervolgens vannacht net onder nul te komen... Uiteindelijk op plaatsen waar het echt goed opklaart en waar de wind nog niet zoveel voorstelt, kan het tot min 4 afkoelen. Op andere plaatsen vriest het 1 of 2 graden. Uiteindelijk steekt de wind op en dat betekent dat de mistkansen gaan afnemen. En die wind gaat morgen een belangrijke rol spelen. Het waait matig tot vrij krachtig windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten. En dan geven de thermometers weliswaar 5 tot 7 graden aan, maar de gevoelstemperatuur ligt veel lager, rond of net iets boven 0. De zon krijgt in de loop van de dag meer ruimte. Er zijn nog wel vrij veel sluierwolken. En dat beeld hebben we zondag ook: wolken met sluierwolken en zon tussendoor. Maandag lijkt de zon duidelijk wat meer ruimte te hebben. Het weerbeeld verder verandert niet of nauwelijks. In ieder geval de temperatuur niet: een graad of zes. Iets minder wind misschien. Uit het noorden tot noordoosten. En dan gaat het dinsdag weer veranderen, want dan neemt de bewolking toe en de kans op neerslag. En afhankelijk van het moment dat die neerslag binnen gaat trekken, kan er ook een winterskarakter bij zitten, met kans op wat natte sneeuw. Nou, na die neerslag, en dat zien we in het temperatuurkaartje eigenlijk terug. Als het allemaal een beetje onzeker wordt en de temperatuur in ieder geval niet meer in de buurt van het vriespunt komt in de nacht naar woensdag, zie je langzaam een stijging van temperatuur. Overdag na een graad of acht. En eventjes is de kans op vorst in de nacht niet zo groot. Maar later in de week sukkelen we toch geleidelijk aan wel weer richting dat vriespunt. En dan zou eens een keer een graadje vorst in de nacht weer mogelijk zijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.